Het kunstwerk Colored Faces van Hella Jongerius wordt nu in een andere opstelling neergezet, waardoor je niet ziet dat er 40 vazen missen. Het bestond oorspronkelijk uit 300 handbeschilderde vazen van zo'n 4.000 tot 6.000 euro per stuk. Tot een vrouw onwel werd en in het kunstwerk viel. Ze viel tegen een paar vazen en toen ontstond een domino effect. Dus als domino stenen vielen de vazen om. Nou ja, eerst natuurlijk een grote schrik en zorgen dat alle bezoekers van de zaal zijn, dat de zaal gewoon leeg is. En vervolgens hebben we geïnventariseerd van wat is er nou precies omgevallen en hebben we foto's gemaakt. En nou ja, dan ga je gewoon opruimen. Nog nooit eerder raakte Erin Boijmans op zo'n grote schaal een kunstwerk beschadigd door een ongeluk. Voor ontwerpster Hella Jongerius extra zuur, want het is voor het eerst dat haar hele oeuvre te zien is in Nederland. Je merkt dat erbij. Ja, bij degene die het dan gemaakt heeft, het werk, natuurlijk zoveel speelt, dat ze wist gewoon niet waar ze moest beginnen met vragen. En 's avonds later hebben we elkaar ook nog aan de telefoon gehad. En nou ja, vervolgens moet het gewoon opgelost worden en moeten we zorgen dat de tentoonstelling weer goed begaanbaar is voor bezoekers en dat bezoekers het werk toch in goede staat kunnen zien. Dan zou je kunnen zeggen, de expositie heet Misfit. Het mag ook eigenlijk wel dat er iets fout gaat. Ja, het mag wel, maar niet op deze manier. Het moet wel zoals we het bedacht hadden en niet aan toeval overgelaten worden. Boijmans overlegt nu met Jongerius of het oorspronkelijke werk helemaal wordt hersteld. Met de vrouw die onwel werd, gaat het inmiddels weer goed.